Ja! Yeah! Een Het is gebeurd. De moeilijkste beslissing de afgelopen maanden dat ik heb moeten maken, is nu gemaakt. De knop is doorgehakt. Ik word, ik ben nu fulltime content creator voor mezelf, voor mijn Twitch stream, voor YouTube, voor TikTok. Whatever. Het was een super moeilijke beslissing, want ik had een, een soort van droomjob bij Lowland Lions. Ik, ik had daar echt super veel vrijheid. Maar de laatste tijd merkte ik dat de, door de, de tijdsgebrek gewoon, er zit maar 24 uur in een dag en ik had Lowland Lions. Ik had dan mijn eigen stream die heel hard aan het boomen was. En dat te samen was het moeilijk om heel gefocust te zijn op een van de twee. En ik zou graag gewoon gefocust kunnen zijn en meer vrije tijd hebben zodat ik. Creatieve ideeën kan borrelen en zo. En ik ben er super hyped voor. Ik wil alvast Lowland Lines super hard bedanken voor de afgelopen maanden om die kans te geven. Maar ik ben heel, heel blij en dankbaar aan jullie dat ik nu gewoon mijn eigen ding volledig kan doen. Als ik morgen een filmpje wil maken over opblaaspoppen, dat gaan nu. En dat is uh, ongelooflijk. Dus ik kijk daar super hard naar uit. En dat ga ik ook doen met die extra tijd. Niet per se op opblaaspoppen gaan zitten, maar vooral meer offline content maken, filmpjes, de stream ook een keer volledig onder andere nemen, want die panelen staat erop dat ik nog altijd 29 ben, maar ik ben ondertussen al 31. Het is een sprong in het duister, het is op een beslissing gemaakt, voornamelijk op mijn gevoel, totaal niet met cijfers, ik heb geen idee wat mijn inkomsten gaan zijn deze maand. Dus het is zeker niet dat ik er al ben en nu gewoon ga uitrollen. Nee, ik ga nu waarschijnlijk even hard moeten werken. Of misschien harder. Maar het gevoel dat ik mijn eigen content kan doen. En echt de nutteloze filmpjes kan maken die ik wil maken. Ik vind het spannend. En ik kijk er ongelooflijk hard naar uit. En ik ben jullie zo fucking dankbaar. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug. Want uh, hopelijk. Komt er hier nu veel meer filmpjes op dit kanaal. En natuurlijk, de Twitch-stream blijft ook doorgaan. We zullen zien binnen drie maanden of ik in de god zit of niet. We kunnen daar misschien een polo rond doen op de stream. Ik ga het mij niet beklagen later, als ik oud ben, dat ik het dan niet geprobeerd heb. Dat is toch al iets. Heel erg bedankt voor alles. En ik zie jullie morgen terug. Ik ikzo, ik je liefste Aboulicé, de vanaf nu fulltime streamer. En filmpjes maken. Doei!